Telemachos wacht al 20 jaar op zijn vader Odysseus. Toen hij nog een baby was, is zijn vader vertrokken om te vechten tegen Troje. Maar hij had zijn vader nu nodig. Er heerste grote wanorde in het paleis. Er waren meer dan 100 mannen in het paleis. Ze wilden allemaal met zijn moeder Penelope trouwen. Maar zijn moeder wilde dat niet. Zij wilde op Odysseus wachten. De oorlog tegen Troje was 10 jaar geleden afgelopen. Met een spectaculaire list hadden de Grieken de stad ingenomen. Een list die door zijn vader was verzonnen. Alle andere koningen en krijgslieden waren al naar huis. Alleen Odysseus was weg en bleef weg. Penelope was een beeldschone vrouw en ze werd nu achterna gezeten door die 100 vrijers. Ze wilden allemaal met haar trouwen om op de troon van Ithaca te komen. Dat was hun doel. Telemachos zag zijn moeder aankomen. Moeder, hoe gaat het? Ik word gek van die gasten. Al 20 jaar wacht ik op jouw vader. Dat heb ik hem beloofd. Maar die engers, die worden steeds lastiger. Jij was net geboren. Hij wilde hier blijven, maar ze hadden hem nodig in de oorlog tegen Troje. Hij deed net of hij gek was. Hij strooide zout op het land en slingerde met een ploeg, een koe en een ezel over het land. Een van de Grieken greep jou toen beet en gooide je voor de ploeg. Je vader trok de ploeg snel de andere kant op en zo verraadde hij zich. Ze hadden hem nodig en toen is hij naar Troje vertrokken. Waar is hij? Is hij dood? Niemand weet het. De goden op de berg Olympus wisten het wel. Zeus, de oppergod, zijn vrouw Hera en zijn dochter Athene, de godin van de wijsheid, en Hermes, de god van de reizigers, stonden bij elkaar in de grote zaal en bespraken het lot van de Griekse vorsten. Zeus mopperde: waarom doen sommige vorsten zo lang over die terugreis? Athene keek naar haar vader en zei: Odysseus kon er niets aan doen. Athene was erg gesteld op Odysseus. Odysseus zit vast op... Ja, dat weten we. Geloof me, ik wil hem wel helpen. Maar ja, Poseidon. Poseidon, de god van de zeeën, was heel kwaad op Odysseus. Elke keer als Odysseus zich op zee waagde, ging het vreselijk stormen. Het is ook een beetje zijn eigen schuld. Poseidons zoon, de Kycloop, is blind gemaakt door Odysseus. Waar is Poseidon eigenlijk? Hij is een paar weken naar Ethiopië. We zouden nu misschien iets kunnen doen. Athene, ga jij eens naar Ithaca en geef Telemachos goede raad. Ga wel in de vermomming. Athene vertrok onmiddellijk. In het paleis liepen Telemachos en Penelope langs de vrijers. Er werd stevig gedronken en ze aten flink van alle voorraden uit de keuken. Niemand van hen zag de nieuwe gast binnenkomen. Athene veranderde zich vliegensvlug en zei tegen Telemachos: ik ben een vriend van je vader. Je vader is onderweg naar huis, maar wat doen al die slampampers hier? Telemachos werd blij van het nieuws dat zijn vader nog leefde. De vreemdeling vervolgde: zeg tegen die flapdrollen dat ze moeten vertrekken en ga op onderzoek uit. Ga met een schip naar Nestor. Dat is de oudste aanvoerder en die is al een hele tijd terug uit Troje. En nadat hij dat gezegd had, verdween hij in de lucht. Op de balk hoog boven hem zat een uil. Telemachos besefte dat hij bezoek had gehad van een goddelijke verschijning. Telemachos liep naar de vrijers en zei hen dat ze onmiddellijk moesten vertrekken. Zij lachte hem echter in zijn gezicht uit. Hij vertelde zijn moeder dat hij op reis ging om zijn vader te zoeken. Hij maakte zich wel zorgen om zijn moeder. Zijn moeder vertelde hem dat ze een trucje had om die kerels op afstand te houden. Ze had tegen hen gezegd dat zij een kleed aan het weven was. Als dat kleed af was, zou ze één van de vrijers kiezen. Alleen, wat ze overdag erbij weefde, haalde ze 's nachts weer uit. Het kleed zou nooit afkomen. Telemachos vertrok
en na een voorspoedige reis kwam hij aan bij het paleis van Nestor. De oude wijze man wachtte hem al op bij het strand. Nestor vertelde Telemachus dat de Griekse overwinning van Troje te danken was aan de list van de vader van Telemachus, Odysseus. Maar is mijn vader nog in leven? Vroeg Telemachus. Nestor antwoordde, ja, ik heb hem gezien. Hij ging met 12 schepen op weg naar huis. Maar waar hij nu is, kan ik je niet vertellen. De volgende morgen had Nestor een plan. Ga naar Sparta. De koning heet Menelaos en de oorlog is begonnen toen zijn vrouw Helena ontvoerd werd. Misschien weet hij meer. Telemachus ging met paard en wagen op reis. 2 dagen later kwam hij in Sparta aan. Hij werd vriendelijk ontvangen en Telemachus was diep onder de indruk van de schoonheid van Helena. Telemachus vertelde hoe het op Ithaca toeging met zijn moeder en de brutale vrijers. Menelaos was verontwaardigd. Wat een schurken zijn dat. Je vader heeft onderweg veel pech gehad. Hij is al zijn schepen kwijtgeraakt en hij zit nu gevangen op een eiland. Dus hij leeft nog? Maak je geen zorgen. Jouw vader is superslim en hij zal zeker ontsnappen. Ga maar terug naar Ithaca en anders is hij nog eerder thuis dan jij bent. Telemachus bedankte Menelaos en maakte zich klaar voor de terugreis. Odysseus was op een eiland net onder Sicilië. Helemaal alleen was hij aangespoeld. Uitgeput was hij in slaap gevallen, tot er iemand bij hem kwam kijken. Het was de halfgodin Calypso. Ze liep om hem heen en maakte Odysseus wakker. Ze vond hem leuk. Heel leuk zelfs. Ze nam hem mee, gaf hem te eten en te drinken en nam hem ook mee naar bed. Calypso was blij met de gast en wilde dat hij altijd zou blijven. Als hij bij haar zou blijven, dan zou hij eeuwig jong zijn en onsterfelijk worden. Maar Odysseus dacht aan thuis, zijn vrouw Penelope, zijn zoon Telemachus, Ithaca. Hij was er zo lang niet geweest. Calypso wilde hem echter niet laten gaan. En toen stond opeens de god Hermes voor Calypso. Hij sprak, je moet Odysseus laten gaan. Dit is een bevel van Zeus. Dat wil ik niet. Ik heb hem al 7 jaar onderdak gegeven. Hermes zweeg. Oké, ik begrijp het. Als Zeus iets wil, dan moet het gebeuren. Calypso liep naar het strand waar Odysseus over de zee uitkeek. En zij vertelde hem dat hij mocht vertrekken. Daarna ging ze hem helpen. Ze bouwden samen een vlot en na 6 dagen vertrok Odysseus naar Ithaca. In het begin verliep de reis lekker vlot. Tot Poseidon het in de gaten kreeg. De god van de zee kon het laten stormen en zelfs aardbevingen veroorzaken. Het was met Odysseus rust gedaan. Meters hoge golven sloegen over zijn vlot. Het roer brak af en ook knapte de mast. Odysseus werd van zijn vlot geslingerd en ging kopje onder. Hij probeerde te zwemmen. Het was moeilijk. De golven waren hoog. Hij voelde iets hard in zijn rug. Een rots. Weer werd hij er tegenaan geslingerd. Bont en blauw was hij. Al zijn kleren waren van zijn lijf geslagen. Opeens voelde hij grond onder zijn voeten. Hij sleepte zich naar het strand en viel neer in een laag bladeren. Odysseus werd wakker van vrolijke meisjesstemmen. Hij krabbelde overeind. Een paar meter verder waren een paar meisjes bezig met de was. Odysseus stond op en liep naar de meisjes. De meisjes zagen een bijna geheel blote man met woeste haren en allemaal zand en modder op zich op hen afkomen en ze vluchtten weg. Op één meisje na. Odysseus vertelde snel van zijn schipbreuk. Het meisje was de koningsdochter Nausicaa. Nausicaa kreeg medelijden met Odysseus en zei, ga je wassen. Ik heb wel schone kleren voor je bij me. Ga daarna maar naar mijn vader Alkinoos. Hij kan je wel helpen. Odysseus kwam bij het paleis aan. Hij werd als vreemdeling gastvrij ontvangen. Hij hoefde niet eens zijn naam te noemen.
Er was een groot feest gaande. Koning Alkenoos leidde Odysseus rond. Iemand vroeg aan hem om mee te doen met de sportwedstrijden. Daar had Odysseus geen zin in. Hij wilde niet opvallen. Oh, je durft zeker niet. Dat liet Odysseus zich niet zeggen. Hij schreeuwde, ik kan mij meten met de beste onder u. En ik zal ook overwinnen. Pakte een discus, draaide rond en gooide zo hoog en hard dat de discus nooit meer teruggevonden is. Koning Alkinoos wilde verder de rust bewaren en vroeg de hofzanger te zingen over de overwinning op Troje. Odysseus raakte helemaal ontroerd en ging staan. Ik zal u nu mijn naam zeggen. Ik ben Odysseus, koning van Ithaca. Er ging een schok door het gezelschap. Odysseus was hier, in hun tuin, in hun paleis. De man van het paard van Troje. Odysseus ging verder. Vele jaren heb ik rondgereisd. Veel avonturen heb ik beleefd. En als u wil, zal ik daarover vertellen. En dat wilden ze wel. En zo begon Odysseus zijn verhaal. Hij vertelde tot diep in de nacht.